GGD Nederland, de branchevereniging van gemeentelijke gezondheidsdiensten, zoals ze van oorsprong heten. Jullie zijn bekend met gemeenten, terwijl ik bij een hoop aanbieders hoor van ja, wat willen die gemeenten, wie zijn het, hoe kijken ze naar zorg? Wat kan GGD Nederland daar kort van zeggen? Ja, sterker nog, wij zijn van de gemeente. Het is niet zo dat we ze goed kennen, maar we zijn er ook van. Wij zijn de gemeentelijke gezondheidsdiensten in Nederland. En hebben daardoor inderdaad een redelijk goed beeld van waar gemeentes mee bezig zijn. En ik vind juist zo interessant aan het debat wat we zojuist ook hadden, dat die zorg komt echt letterlijk dichter bij de gemeente. En dus ook dichter bij de zorgwereld in termen van hoe gaan die nou om met de gemeente. Gemeente en zorg gaan elkaar meer vinden. En dat juich ik erg toe. Dat juichen wij als GGD erg toe. Want daarmee hebben we wellicht ook wat meer aandacht voor wat nou eigenlijk preventie kan betekenen. En wij als gemeentelijke gezondheidsdiensten gaan natuurlijk over die preventie. Hoe kunnen we nou proberen de preventie wat centraler te zetten? Daar zijn mensen heel erg mee geholpen. Daar zijn patiënten heel erg mee geholpen. Daar zijn gewone burgers heel erg mee geholpen. Maar wat ook wel fijn is in deze tijd van hele grote zorgkosten en weinig geld, het levert ook nog wat geld op. Als je kunt zorgen dat je mensen niet in al die zware trajecten krijgt in de zorg, maar ze eerder daarvan af kunt houden, dan heb je ook nog eens een keer een heel mooi financieel voordeel, wat gemeentes ook wel moeten maken, want ze krijgen minder geld. En de ervaring, ja, gemeentelijke gezondheidsdiensten, is naar jullie idee, gemeenten hebben hart en feeling en affiniteit met die zorg? In toenemende mate. Met ook wel echt het pleidooi van veel gemeenten om het op een andere manier te gaan doen dan in het verleden. De decentralisaties, waar vanavond hier veel over gesproken is, om die aan te grijpen om ook een nieuwe manier van werken te introduceren. Daar roepen bijna alle gemeenten om. Het moet anders dan we het in het verleden met elkaar deden. En wat daar centraal in staat, merken wij, gemeentes hebben ontzettend veel behoefte aan meer samenwerking, meer afstemming. En ze hebben ook heel erg veel behoefte om te luisteren naar de burgers. Om te luisteren naar wat willen nou eigenlijk die mensen in die gemeente zelf. Wat zouden die nou willen als het gaat om goede zorg? En wij als GGD zouden daar ook heel graag een rol in willen spelen. Samen met andere partners van luister nou nog eens wat meer naar wat nou eigenlijk die burger wil. Die inwoner. Wat wil die? Wil die iets om de hoek, ja of nee? En hoe dan? Hoe kun je die nou helpen om eerder te voorkomen dat die in allerlei ziekteprocessen terechtkomt? Dat klinkt heel mooi. Niettemin lijken een hoop gemeenten toch bevangen door een soort behoefte aan onzekerheidsreductie. Ik hoor ook geluiden dat gemeenten veel te veel bezig zijn met allerlei bureaucratische systemen op te tuigen om maar te monitoren, et cetera. Ja, die neiging is bijna onuitroeibaar en die zal nu ook bij deze decentralisatie wel plaatsvinden. En ik denk dat we daar ook met elkaar heel alert op moeten zijn, dat we dat gat niet ingaan. Dat we in die zin niet al te veel regeltjes, controle, zekerheden in proberen te bouwen, maar dat we veel meer zorgen van, we moeten ook af en toe wat risico's durven nemen. Het is veel belangrijk om naar doelen te kijken. Denk over doelen na. Wat wil je nou eigenlijk bereiken als gemeente met al die decentralisaties, met die nieuwe rollen in de zorg? Om nogmaals, ik herhaal het, goed naar de burgers te luisteren. Want die hebben vaak andere prioriteiten dan alsmaar te zorgen dat je dingen controleert of opschrijft of heel ingewikkeld maakt door middel van allerlei verwijzingen. Daar willen we nou net juist allemaal van af. Dat is het huidige systeem al veel te veel. Dus die val moeten we niet lopen. En ik zal in ieder geval ook vanuit de GGD'en heel sterk gemeentes ook adviseren om daar heel scherp op te letten. En wij als GGD zullen daar ook de gemeentes over blijven adviseren.